Ben je al vaker van het pad af of alleen hier? Ja. Nou wordt het lachen. Tom, we zijn gelijk het gewas ingedoken. Goedendag, mijn naam is Steven van Nieuwenhuizen en ik ben CEO van Horticoop. Vandaag zijn we in Wervershoof, op het mooie bedrijf van Carlos Winkels, paprika bedrijf. Een bedrijf waar ook Horticoop Technical Services actief is en al veel gedaan heeft. Ga je mee? Hey Carlo. Hey, hallo. Een prachtig bedrijf heb je, joh. Nou, dankjewel. Hi. Hi. Leuk om hier te zijn. Nou, welkom. In Wevershoof. We hebben hier 20 hectare gele paprika's. En we proberen in ieder geval op een zo duurzaam mogelijke manier lekkere, gezonde paprika's te kweken. Waarmee we heel Europa of desnoods de hele wereld mee kunnen voeden. Carlo, jij werkt samen met een van de bedrijven van Horticoop, Horticoop Technical Services. Kan je aangeven hoe die samenwerking met Horticoop Technical Services eruit heeft gezien, ook bij de uitbouw hier? Natuurlijk, met Horticoop hebben we een technisch ontwerp gemaakt voor met name het watergeefsysteem van de paprika kwekerij. Ja. Waarbij we hebben nagedacht over hoe de beste technische oplossingen zijn om zo duurzaam mogelijk een goed mogelijk watersysteem te krijgen. Ja, dankjewel Carlo. Dankjewel Steven. Ik ga naar collega Tom, heb je die gezien? Ja, Tom heb ik ergens in de kas rond zien lopen. Die kant op? Ja, die kant op. Ga ik daar zoeken. Tot ziens. Hoi. Hey Tom. Hey Steven. Wat ruist daar in het struikgewas, zou ik maar zeggen. Dat zou je zeggen. Hoi, goedemiddag. Hoe is het? Ja, uitstekend. Dit mooie bedrijf. Goed, Tom, we staan tussen het gewas. Uiteindelijk vanuit techniek hebben we natuurlijk een dienende rol. Namelijk, hoe zorgen we dat het gewas zo goed mogelijk groeit. En we staan nu naast een installatie. Ja, nou, uiteindelijk is het een onderdeel van de gehele waterinstallatie. Ja. We beginnen natuurlijk eigenlijk altijd bij de plant aan de onderkant, bij een druppelaar. Die komt in een leiding, semi-leiding en uiteindelijk komt het bij de kraanset terecht. Okay. Die dan in verbinding staat in een hoofdleiding met de waterruimte. Ja Tom, we zijn gelijk de techniek ingedoken. Ja. Misschien ook wel het leukste, hè? Want hoe draagt techniek bij aan de groei van het gewas? Ja. En jij bent verantwoordelijk voor Horticoop Technical Services. Klopt. Het techniek onderdeel van Horticoop. Ja. Wat doet en is Horticoop Technical Services? Nou, Horticoop Technical Services is een technisch installatiebureau wat... Ja. Installaties in de glastuinbouw, met name elektrotechnische en ook waterzijdige producten van haar kernleveranciers installeert bij dit soort glastuinbouwbedrijven. Nou, uiteindelijk hebben we daar de kraansets gezien. We gaan nu naar de waterruimte, waar in feite natuurlijk het hart van het bedrijf is. Nou, wat we hier zien, dat zijn een aantal waterunits, ja. Mestvoorraadbakken, mestopslagbakken en dat alles doe je natuurlijk in overleg met de tuinder. En waar we net waren, Steven, in de kas, die kraanset, ja. Die wordt gevoed vanuit deze ruimte, vanuit hier. Waar we nu staan. Oké, okay, Tom, even het rijtje langs. Kort benoemend, wat zien we hier? We beginnen bij een doekfilter. We beginnen hier een doekfilter. Ja. He, die zuivert een gedeelte van het water. Ja. Dan hebben we een pompset, die dus zorgt dat het water vanuit het bazin hier naartoe komt. En uiteindelijk dat er ook druk staat op de druppelslangen en de kraanset, waar je net zag. Ja. Dat water wordt hier automatisch gefilterd door middel van SAF-filters. En eigenlijk, omdat we hier drie kassen hebben, hebben we hier drie dezelfde units. Een wat oudere, een wat nieuwere en de laatst nieuwe, zeg maar. Goed Tom, hoop geleerd vandaag. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Misschien toch nog een laatste vraag die mij op de lippen brandt. Bij Horticoop is er veel aan de gang. Ja. We ontwikkelen eigenlijk van meer een inkoopcoöperatie naar een investeringscoöperatie. Ja. Of wel een win-win coöperatie, wat we ook al zeker. Zeggen. Wat betekent dat voor jou of hoe kijk je daarnaar? Nou, in feite een win-win situatie wat je net zelf zegt. Techniek is de toekomst. Techniek is ook een kernactiviteit van binnen Horticoop. We gaan voor zelfstandigen en we kunnen groeien, we willen groeien, we moeten groeien. Dus ik denk inderdaad wat je zegt, een win-win situatie. En ik kijk er heel erg naar uit om er samen met jou aan te werken. Samen groeien. Dat doen we. Dankjewel. Dankjewel. Bye. Bye.